In de komende periode zal Suriname diverse mogelijkheden krijgen om het land naar verdere hoogtes te brengen. Zo zal er van 28 juni tot en met 1 juli een tophandelsmissie in Suriname zijn. Deze missie zal door het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en International Business worden gecoördineerd. President Chandrika Prasad Santokhi legt uit dat de handelsmissie op verschillende gebieden samenwerkingen met Suriname wil. En die handelsmissie zal hier komen om met Surinaamse handelspartners zaken te doen, meneer voorzitter. Samenwerken op verschillende gebieden tussen Suriname en Trinidad. Op het niveau van public sector, op het niveau van public-private sector, maar ook op het niveau van private-private sector, meneer voorzitter. En het doel is het bevorderen van handels- en economische betrekkingen tussen Suriname en Trinidad en Tobago. De president haalde ook aan dat een minister van Curaçao op 29 en 30 juni zich in Suriname zal bevinden. Ook hij zal het land bezoeken om samenwerkingsovereenkomsten te sluiten. Daarnaast legt het staatshoofd uit dat de internationale Oil and Gas Summit, die volgende week wordt gehouden, vele kansen biedt voor ons land. Suriname zal echter ook een eigen strategie moeten bepalen. Het is belangrijk dat we onze eigen oil- en gas-strategie gaan ontwikkelen. Maar niet oil- en gas-strategie op basis van business as usual. Maar oil- en gas-strategie op basis van de veranderende wereld. Een veranderende wereld waarbij oorlog gaande is. En een enorme dreiging is voor wat betreft de leveranties van gas. En dat er een uitdaging is voor ons als land. Met enorm gaspotentieel samen met Guyana. Om mogelijkheden te bekijken. Om die gasexploitatie in ieder geval sneller te gaan exploreren en exploiteren. Om zodoende te kunnen inspelen op de vraag naar gas in de wereld, meneer voorzitter. De president zegt dat Suriname de kansen en mogelijkheden moet blijven volgen die geboden worden in deze tijd. Op de Oil and Gas Summit moeten de inzichten van onder andere voedselzekerheid in de wereld besproken worden en hoe Suriname kan bijdragen tot deze voedselzekerheid.